Wil je een hint? Een hint, maar dan niet met de punten af. Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Ja. Nee. Maar is het dan iets van een hoef? Iets van een poot? Een nagel? Nee. Een... Ja, een hint. Zeg maar waar jij voor wil gaan. Nee, ik wil een hint. Ja, maar jij wil... je krijgt niet een hint en twee punten. Nee, maar gewoon een hint. Je hoeft niet te zeggen wat het is. Hallo allemaal! Ik ben Zoe. En ik ben Silos. En wat leuk dat jullie weer kijken naar onze Zomerchallenge. Ja, vandaag weer een nieuwe opdracht. Want Zoe, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag weer jouw favoriete onderdeel. Wat? Voelkisten. Leuk. Ja? Heb je daar zin in? Onwijs. Ja? Nee, ik heb er helemaal geen zin in. Nee, ik heb het al een keertje eerder ervaren en die ervaringen zijn niet heel goed met mij. Heb ik daar zin in? Nee. Wat we vandaag gaan doen, ik zal het even kort weer uitleggen. We hebben dit al een keertje eerder gedaan. Zometeen gaan we weer voelen in de kisten die hier achter ons staan. Ik kan zien wat er in jouw kisten zit, maar jij kan dat zelf niet zien. Dus het is de bedoeling dat je gaat raden wat je voelt. En voor elk goed antwoord krijg je één punt. Ja, leuk! Ja? Nee. We gaan aan de slag. Oké. Staan. Oh, gaan we weer? Ja, ik vind het toch weer spannend. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar de vorige keer deed je het wel echt heel goed. Ja, alleen... Weet je nog? Toch dat je opeens denkt dat het opeens... Ah. Ja, kan. Oh jee. Geen idee. Hoe voelt het een beetje dan? Ik zit soort te voelen of het een soort van de schedel ergens of het. Je zit in het gebied schedel, oh, zit je goed. Dus dat is al één punt. Hè? Dat is dan inderdaad al één punt, ja. Dit voelt als iets van een tand. Mm-hmm, dat klopt. Dat is het ook. En dit ook. Wat is dit? De achterkant van zijn hoofd. Ik wil een antwoord. Je hebt dus al één punt. Dat is een schedel. Die tanden, die voortanden. Ja. Waar denk ik aan? Ik dacht eerst... Ja? Je moet altijd van je eerste ingeving uitgaan. Maar ja, alleen die dieren die zijn hier niet. Oké, wat dacht je dan? De bever. Ik vind het echt heel knap van je. Maar sowieso is... heb je één punt, want het is inderdaad een schedel. Ik ga hem er even bij pakken. Kijk, het is een schedel, maar het is niet een bever, maar het is een capybara. Weet je nog? Ja. Ja, die zitten hier in de bush in Burgers' Zoo. Het grootste knaagdier. Ja, inderdaad, het grootste knaagdier van de wereld. Je was inderdaad al heel goed, want je had het over die tanden, die lange voortanden. Ja. Nou, wat dus is bij capybara's, die tanden die blijven altijd maar groeien en groeien. Maar doordat ze zoveel knagen, slijten die tanden dus weg en daardoor worden ze korter. Maar echt wel één punt. Ja, één punt voor Silos. Heel goed gedaan. Oké, ik zet deze weer terug. Mag ik? Of wil jij? Nee, je mag. Je mag. Ja, ik ben onder de indruk. Ja, ik merk het aan je. Ja, sorry. Ja. Leuk. Nee, oké. En dan mag je... Hier beginnen? Ja. Oké. Okay. Ja? Ja. Wil je nog iets van tevoren zeggen? Nee, succes. Veel plezier. Geniet ervan ook vooral. Oeh. Ja. Oh. Ja. Het is groot. En wat voel je nog meer? Als je nu zegt dat je het nu al weet, dan ga ik echt huilen. Ik heb echt geen flauw idee. Ik voel iets groots. Het is koud. Ja. Volgens mij is het volgens mij redelijk zwaar wel. Ja. Het is... Wil je een hint? Dan gaat er een punt af. Ik ben net 10 seconden aan het voelen. Dit is toch lastig, hè? Ja, heel moeilijk. Omdat je ook... Ik weet ook niet wat ik moet voelen. Het is heel... Het heeft heel veel vormen en verschillende vormen. Ik denk wel dat het een het is denk ik een schedel van iets. Klopt.
Klopt. En toen kwam ik dus bij die tanden. En toen wist ik het, denk ik. Ja, die tanden, dat waren grote tanden met een punt. Hè? Echt die scherpe hoektanden. En daardoor voelde ik eigenlijk meteen dat ik dacht, ja, dit is dus sowieso een kop van een dier, een schedel. En ja, door die tanden wist ik, dat moet dan een vleeseter zijn. En toen dacht ik vrij snel aan de tijger. Oh, aha. Ik voel tandjes. Tanden. Oh, ik denk dat dit, waar ik nu met mijn vingers op zit, dit is denk ik een hele grote, dit zijn hele grote tanden. Dit is denk ik een, ja, ik denk dat het een schedel is van. En dit is dan de neus. Dit is een neus, dus dan dit de tanden. En dan is hier, dan zijn dit oren, ja. Ik denk dat het een schedel van een tijger is. Dat is, dat is goed. Oh, ja? Ja. Hoi, hier ben ik weer. En hier heb ik twee schedels van twee totaal verschillende dieren. Een vleeseter en een planteneter. En we gaan eens even kijken naar het gebit van deze dieren. De eerste is de tijger. En als ik hem omhoog deel, dan zie je al gelijk die enorme hoektanden. Nou, de tijger is echt een vleeseter en die pakt zijn prooi met die hoektanden. Vervolgens wil hij dat vlees in kleinere stukken krijgen en daar gebruikt hij de scherpe kiezen voor. Dat noemen we ook wel knipkiezen. En dan zie je hiervoor nog zo'n rij met die hele kleine tandjes. En dan zie ik je denken, wat doet een vleeseter nou met die hele kleine tandjes? Nou, aan het eind, dat restje vlees wat nog op het bot zit, dat kan hij met die kleine tandjes er prachtig afschrapen. Daar gebruikt hij die kleine tandjes voor. Nou, een vleeseter zoals deze tijger, die kan eigenlijk alleen maar zijn bek open en dicht doen. En dan begrijp je gelijk waarom het knipkiezen zijn, want hij knipt zijn vlees in stukjes. Heel anders is het schedeltje wat ik hier heb. Dit is de schedel van het grootste knaagdier dat er bestaat, de capybara. En je kan gelijk aan de voortanden wel zien dat dit een echte knager is. Die voortanden die kunnen bij volwassen dieren wel 2 centimeter breed worden en die groeien zijn hele leven lang door. Dat is maar goed ook, want tijdens het knagen slijt dat heel erg, dus hij heeft ook wel steeds nieuwe tanden nodig. Ik zal deze even openmaken en dan zie je bij de kiezen van de capybara dat hij niet van die knipkiezen heeft zoals een vleeseter, maar juist allemaal ribbeltjes. Want die plantendelen die moeten goed vermalen worden en dat doet hij met die ribbelkiezen. Je hebt er zin in. Maar dit is me toch wat? Wat? Ja, dit is wat. Ja, dit is echt... Dit is heel erg... Bijzonder. Bijzonder. Bijzonder, ja. Oeh, oh, ik... Toch dat je elke keer weer schrikt, hè? Huh? Wat is dit? Jeetje, Mina. Wacht. Groot, hè? Ja. Hè? Ja. Wacht even hoor. Kan je omschrijven wat je voelt? Nou ja, ik heb het idee dat dit een soort van hoorn of zoiets is. Een soort hoorn, oké, ja. Ja. Voelt het ook als een hoorn? Ja. Ik, dat is niet goed. Ik zie het, dat is niet goed. Oké. Ja, ik kan er niet veel over zeggen. Is dit een oog? Zit ik nu in een oog? Laat zien. Wat is dit? Wat? Dit. Het is weg. Nee, het zit niet in een oog. Wat is dit nou? Ja, maar misschien moet je helemaal niet naar mij luisteren. Ik bedoel, het is jouw voorkeur. Als jij denkt dat het een hoorn is, dan is het een hoorn. Ja, je zegt net tegen... Ja, maar misschien weet ik het wel helemaal niet. Ik weet het toch niet. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Ja, dat is de opdracht. Dit moet gewoon wel een hoorn zijn. Omdat je voelt dan en denk je, hé, maar er zit hier helemaal geen bek, geen mond, geen ogen of zo. Dus alles in mij riep van dit is een hoorn, dit is een hoorn. En op een gegeven moment ga je er natuurlijk een beetje testen om gewoon dingen te roepen en zo. En dan ga je een beetje... Kijken hoe Zoe daarop reageert. Ik zag haar zo doen, richting de camera. En toen dacht ik, oh wacht, volgens mij zit ik dus helemaal verkeerd. En dan moet je dus iets anders gaan doen. Eigenlijk is het dus de schuld van Zoe. Dus ik vind eigenlijk nog dat Zoe een punt aan mij moet geven. Nee, ik weet het echt niet. Weet je dit? Nou, oké, wat we dan doen? Ik ga jou vertellen wat het is. Ja.
Dus dan loop je wel één punt mis. Maar je hebt nog de kans om toch nog één punt te scoren als jij raadt van welk dier. Okay. Ja? Ja? Zal ik het zeggen? Ja. Ah, je had het eigenlijk gewoon helemaal goed. Het is een hoorn. Oh, wat ben jij toch? Echt waar. Ja, dan weet ik het. Ja, dat denk ik dan ook. Dan had ik gewoon echt meteen mijn gevoel. Ja. Het is de hoorn van een neushoorn. Ja, dan. Inderdaad. Het is de hoorn van een neushoorn. Oh, ja. Kijk eens. Gaaf, hè? Ja, tof. Mag ik? Ja, ik wacht. Nou, het is in ieder geval, heeft het haar. Klopt. Ik krijg hier 0 punten voor. Het heeft haar, het is lang. Kun je erbij? Nou, net. Kort aan. Dus. Vind jou ook lief. Ja? Ik heb geen idee wat, zeg maar, de boven- en de onderkant is. Ja, dat is vervelend voor je. Nou ja, zo te voelen staat hij normaal rechtop en is dit dan dus de onderkant? Ja. Het is denk ik een, dit is denk ik een hoef. Heb je alles gevoeld dan? Weet ik niet. Dat is goed toch? Weet ik niet. Weet het zeker? Nee. Weet het 100% nee, zeker? Nee, natuurlijk weet ik niet 100% zeker. Dit is, heb ik alles gevoeld, zegt hij. Hier is er nog niet te voelen. Is het een burger zo? Ja. Van een gnoe? Nee. Nee? Nee. Oh. Dat is fout. Okay. Dat is fout. Nee, je hebt 1 punt. Want het is wel een hoef. Ja. Maar niet van een gnoe. Ja, maar het kan er van alles zijn. Misschien wel van een giraf. Een zebra. Ja. Ja? Hoe had ik dat moeten weten? Echt? Kijk. Oh, wauw. Ja, dat voelde ik, dat hoefje. Ja. Ja, mooi, hè? Ja, prachtig. Schepen zie je ook. Ja, ik zie het, ja. Ja, dat zag je net niet. Nee, dat zag ik net niet. Hey, en is een zebra nou zwart met witte strepen of wit met zwarte strepen? Dat is de vraag. Ja. Oké. Ja? Ja. Leuk. Je hebt geen idee wat. Jawel. Jawel, dit weet ik. Oh. Heb ik het kapot gemaakt? Nou? Nee, je hebt hem omgegooid. Zo. Ach jeetje, wat is dit nou weer? Oh, ik ga het weer om laten. Wacht even. Wat is dit? Wat is dit? Ja. Ja. Het is best wel. Het is heel dun. Ja. Wat is dit? Het voelde eerst als een soort van slagtand of zo, maar. Ja, snap ik. Of een tand. Ja. Het is echt heel licht. Het is heel licht. Ja. Dan denk ik niet dat het een slagtand is, want nee. Die zijn denk ik wel iets zwaarder. Wil je een hint? Een hint, maar dan niet met de punt af. Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Ja. Nee. Maar is het dan iets van een hoef? Iets van een poot? Een nagel. Ja. Een hint. Zeg maar waar jij voor wil gaan. Nee, ik wil een hint. Ja, maar jij wil. Je krijgt niet een hint en 2 punten. Nee, maar gewoon een hint. Je hoeft niet te zeggen wat het is. Ik heb al je een beetje geholpen. Ik heb het al omgedraaid voor je. Ik heb al gezegd naar welke kant je moet. Nou ja, je voelt toch iets puntigs? Ja. Welk dier heeft er iets. Wat is puntig? Maar wat is dit dan? Wat? Is dit de aanhechting dan van iets? Nee, dat is iets op iets anders. Ja, dat voel ik. Zo ver was ik dan ook nog. Ik weet het echt niet. Nee? Nee, ik weet het echt niet. Ja, ik denk dat ik het wel helemaal zeker weet. Ja, hè? Ja, het is een neushoornvogel. Dit meen je? Ja, kijk. Kijk dan. Zie je? Hier hebben we het serieus 10 minuten geleden nog over gehad. Ja. 10 minuten geleden. Ja, hier staan we nog over gehad. Hij staat ook achter je. Ik had ook gewoon naar achter kunnen kijken. Maar dat was dat was een te grote hint. Dus 0 punten voor Silos in deze voorkeurs. Ja. Ik ben hier echt heel erg slecht in. Ja, dit was wel echt,
echt slecht. Ik ben beter van je gewend. Goed. En ik hoor net dat je hier maar 1 minuut voor krijgt. Oké. Okay. Goh. Ja. Ja, wat voel je, hè? Van alles. Het kan kapot. Ja, ik heb het gevoel dat ik het ook niet goed terugzet nu. Nee, maar... Is het bestaat uit 2 delen? Want ik til hier nu iets op en volgens mij staat er nu ook nog iets. Het bestaat uit 2 delen. Ik voel hier een soort... Ja, zo van die... Lijkt het? Snap je wat ik bedoel? Dan weten we het allemaal toch, hè? Wat is dit? Oren? Wat doe je daarmee? Gewoon van die hoortjes of zo. Je bedoelt een... Gewei. Ja, ik voel inderdaad een gewei. Ja. Mooi, dat is 1 punt al. Of niet? Of niet? Ja, dat is al 1 punt. Het is dus een schedel. Maar ja, welk dier heeft dus een gewei? Ja, dat kunnen er meerdere zijn natuurlijk. Maar ik... Noem er eens 1. Een hert heeft een gewei. Ik denk dat het een gewei van een hert is. Dat is goed. Kijk. Oh, ja. Een klein hertje. Oh, kijk. Ja. Ja, een klein hertje. En inderdaad, het gewei. Ja, dat was heel goed. Dus, die dingen. Dat betekent, ja, die dingen. Nee, maar dat bedoelde ik. Maar niemand snapte me toch? Ja, maar nee, ja, maar niemand jij snapte, snapte mij wel. Goed, jij snapt we gaan mij door altijd. Naar de volgende. Je hebt nog 1 kans, want we hebben nog 1 voelkist te gaan. Ja, maar dat weet ik ook niet. Ik denk dat je die wel, die ga je weten. Dit ga je weten. Dat weet ik 100% zeker. Ja, dat wist je ook over deze. Dat is waar. Nou, oké, daar gaan laatste, we dan. Ja? En kom op, Silas, gebruik je dierenkennis, oké? Oh, daar gaan we weer. Wat is dit nou weer? Als je het zo ziet liggen, is het zo makkelijk. Maar ik snap dat voor jou ik heel weet het is. Op. Je weet het, hè? Ja? Het is een poot. Ja. Van een flamingo. Ja, ja! Ik dacht opeens, oh ja, het is echt iets heel, heel duns. En toen voelde ik er, ja, de voet, de poot, hoe zeg je dat, de flipper of zo. En toen dacht ik, ja, het moet gewoon, het kan niet anders zijn, omdat hij ook nogal lang is en zo. Dus de knikking. Het kan niet anders zijn dat dit een flamingo poot is. Silas, wat goed. Ja, inderdaad, een poot van een flamingo. Hey, en weet jij ook waarom flamingo's eigenlijk altijd op 1 poot staan? Jazeker, ja? Om energie te besparen. Heel goed, ja. Ze staan inderdaad altijd op 1 poot, zodat ze minder spierkracht gebruiken en dus inderdaad energie besparen. Ja. Heel knap. Oké, mag ik? Ja. Ja? Leuk. Heb je niks meer toe te voegen? Nee. Ineens klets je veel minder nee, als nee, je verliest. Dan moet je een soort van ook in rust. Oh. Dat kan ook kapot. Alles kan kapot. Ja, wat ja, voel je? Wat ik, denk je? Ik voel veren. Denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat het sowieso een vleugel is. Denk je dat? Weet je dat zeker? Ik weet niet zeker. Maar ik denk dat het een vleugel is. Ja, het is een vleugel. Ik zet in op vleugel. Ja, dat is goed. Oké. Ik denk dat het een vleugel is van een roofvogel. Nou, omdat Silas mij een beetje gek aan het maken was en ik dacht, oké, ik moet iets zeggen, dacht ik dus, het is een vleugel van een roofvogel. Maar achteraf is dat natuurlijk helemaal niet zo handig. Want ik had natuurlijk kunnen weten dat roofvogels hebben veel grotere vleugels. Die moeten er ook daadwerkelijk mee vliegen. En dit was een heel klein, klein lief vleugeltje eigenlijk. Of is dat algemeen? Nee, ik vind het een prachtig antwoord. Ja, zeker niet goed. Het is niet goed. Nee, het is namelijk ja? Een vleugel van... een pinguïn. Een vleugel gemaakt om je voor te bewegen door het water in plaats van door de lucht. Wat zeggen we dan als ik win? Gefeliciteerd! Dankjewel, ja. Dankjewel. Ik heb het laten winnen hoor. Helemaal.
normaal, want je had echt geen idee. Nee, maar ik dacht, ik heb er ook al eentje gewonnen, dus jij moet er ook eentje winnen. Dat is waar. Zo ben ik ook weer. Ik heb vandaag gewonnen. Vond je het leuk? Ik vond het heel erg leuk. Ja? Ik vond het ook heel erg moeilijk. Ja, vond je het moeilijk? Ja. Ja, jij had ook wel wat moeilijke dingen. Maar ja, er kan er maar één de beste zijn. En vandaag ben ik dat. Ja. Dus. Laat vooral even weten of jullie team Zoe of team Silos zijn. Ik denk in dit geval dat ze allemaal team Zoe kiezen, want jij had vandaag geen schijnvakantie. En mochten jullie dit nou leuk vinden, like deze video dan en abonneer je op ons YouTube kanaal. Ja, super leuk dat jullie allemaal keken en tot de volgende keer maar weer. En misschien win jij dan wel weer. Doei! Ik heb je gewoon laten winnen. Je hebt me niet laten winnen. Ik heb je wel laten winnen.